Hoi, ik ben Ilona en ik wil toch nog heel even terugkijken naar het protest van de boeren. Ik zag video's voorbij komen en dat was echt schitterend om te zien. Ik zag het ook op allerlei internationale kanalen op Telegram voorbij komen. Dus kun je nagaan, dat is gewoon over de wereld. Ja, wordt dat gewoon bekeken, hoe inspirerend dat gewoon is. Want dat is het. En ik kreeg ook een vraag, of tenminste meerdere mailtjes, die mensen die vroegen van hoe zit dat nu? Heeft dit nou wel zin om zo'n dag op te zetten? En aan de ene kant, als je denkt dat dit in Den Haag wat bewerkstelligt, nee, daar moet je ook niet van uitgaan. Dat moet eigenlijk ook niet je insteek zijn. Maar die verbinding die gemaakt is en die tenminste die inspiratie die ik kreeg uit die video's, en dat wordt ook door andere mensen gezien en het zelf volgens mij echt als eenheid gevoeld hebben om daar te staan met zoveel mensen en krachtig in de energie te zetten, genoeg is genoeg. Nou, dat is heel belangrijk. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Als je energie gaat veranderen, als je dingen gaat manifesteren en neerzetten in de energie, dat is zo krachtig, dan zal je vanzelf gaan zien dat dingen gaan veranderen. Het zal niet gelijk onmiddellijk zijn, maar dit zet weer andere dingen in beweging. Mensen zijn weer bij elkaar gekomen, hebben weer dit gevoel van verbinding gekregen. Dat geeft mensen weer een boost om weer verder te kijken van hey, hoe kan ik het nu misschien lokaal initiatieven gaan ontwikkelen. Boerenorganisaties zijn misschien bij elkaar gekomen. Misschien andere organisaties die zoiets hebben van hey, hoe kunnen we hier hoe noem je dat, onze vorm aangeven. Dus wat dat betreft is dit heel belangrijk. Juist ook als signaal in de energie. En laten we eerlijk zijn, we zijn spirituele wezens in een menselijke ervaring. Dus het allerbelangrijkste is de energie. Het is dus niet zo belangrijk wat ze in Den Haag eigenlijk doen met hun regeltjes en met hun dingetjes en met al hun wetgeving of beleid waar ze mee aan willen komen. Dat is helemaal niet belangrijk. Het is de energie. Dat is het allerbelangrijkste en hoe we dat gaan neerzetten. Natuurlijk zullen er ook mensen bij gezeten hebben die gewoon zwaar gefrustreerd zijn. Je hebt het in Frankrijk, heb ik het tenminste ook zo gevoeld en gezien, van dat een heleboel mensen komen dan heel snel, gaan ze van alles roepen en overal tegenin. Maar dat komt vanuit een plek van frustratie, van woede. En dat wordt eigenlijk alleen maar door het duister gebruikt om dingen te laten escaleren, onrust te creëren. Als je vanuit kracht gaat neerzetten, echt een krachtige energie, genoeg is genoeg. Ik had eigenlijk ook een goed gevoel, moet ik eerlijk zeggen, wat ik gezien heb van de video's. Dat daar, en ik denk dat het ook een heel goed idee was dat het niet allemaal in Den Haag was, maar juist op een andere plek. Ik denk dat dat heel goed geweest is, want volgens mij was de energie ook heel anders daarin. Wat ik gezien heb en wat ik erbij voelde, was gewoon van ja, heel inspirerend, heel mooi. Verwacht niet dat er gelijk allemaal veranderingen op gaan treden. Daar gaat het niet om, maar de energie is wel neergezet. En daar gaat het om. Dus voel gewoon als je eraan mee wilt doen om iets op te zetten. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Voel gewoon intuïtief. Misschien wil je wel aan iets meedoen, misschien ook niet. Maar voel het gewoon. Als je het gevoel hebt van binnenuit, ja, ik wil een initiatief opzetten. Of ik wil eigenlijk ook zo'n soort dag creëren. Of wat dan ook. Volg die stem dan. Het kan ook heel goed dat je zoiets hebt van, nou, dit voelt helemaal niet goed voor mij. Dit is niet mijn manier. Ook goed als je maar naar je intuïtie luistert. Dus deze dagen kunnen heel belangrijk zijn. En voor mijn gevoel was deze dag ook heel belangrijk. Omdat er iets neergezet werd in de energie. En dat is heel wat anders dan dat je denkt dat er in Den Haag opeens allemaal koppen gaan rollen of wat dan ook. Daar gaat het voor mijn gevoel in ieder geval ook helemaal niet om. Zoals ik al aangegeven heb, dit is een spirituele oorlog uiteindelijk. En daar gaan we hem ook winnen. Tenminste, het licht heeft al gewonnen. Het is een kwestie van nu uitrollen en uitdraaien wat voor agenda's er nog mee aankomen. Maar mensen worden nu ook steeds meer wakker. Dat is uiteindelijk nu ook, denk ik, waar iedereen ook mee bezig is. Daarom is het ook zo belangrijk dat mensen bij elkaar komen, zoals de boeren. Dat ze zich gaan verenigen, dat die energie krachtiger wordt neergezet. Dat is vele malen krachtiger dan al die boeren allemaal apart op een eilandje. Het gaat erom dat we ons gaan verenigen. Het gaat erom dat we aansluiting vinden en kijk even op wat voor manier dan ook. Kijk, we zijn sowieso energetisch al aangesloten met iedereen. Zo krachtiger we zelf al in onze energie gaan zitten, dat zal uitstralen. Dat heeft al een effect. En als je daarbij voelt van nou, ik wil dit ondernemen of ik wil dat doen of dit op poten zetten, volg dat dan ook. Want dat is heel belangrijk, dat je je innerlijke stem volgt, dat je je intuïtie volgt. Want dat brengt weer andere dingen op gang. En dat weet je misschien nu niet,
wat voor effect het kan hebben. Maar als ik die video's op al die internationale Telegram-kanalen voorbij zie komen, dan denk ik, ja, dat hebben ze wel even mooi neergezet. Het inspireert mensen in andere landen weer. Dat die video's van de truckers in Canada was ook heel inspirerend. Dus, en misschien dat mensen zeggen van ja, maar er is bijna niks uitgekomen. Is dat zo? Energetisch is daar heel veel uitgekomen. Alleen mensen willen gelijk resultaten zien en denken gelijk, oh, dat wordt gelijk veranderd. En als er geen resultaat ziet, heeft het dus geen zin. Maar dan kijk je dus naar de uiterlijke wereld en het gaat om de innerlijke wereld. Dat is de bron en vanuit die innerlijke wereld veranderen we de uiterlijke wereld. Hoe meer wij onze energie voor onszelf gaan gebruiken, voor onszelf gaan manifesteren, zeker ook met de boeren, dat ze gericht zijn op, ja, wij willen echt voeding aanbieden, goed voedsel. We willen niet meer al die regeltjes wat ze allemaal in Den Haag gaan verzinnen. Helemaal prima als je dat in de energie gaat neerzetten, want dat brokkelt weer bij het duister hun macht weg. Want zij leven op lage trillingen. Dus hoe krachtiger wij worden, hoe minder energie ze ook hebben. En het geld raakt op, laten we eerlijk zijn, volgens mij zijn ze al volledig failliet. Je ziet nu ook die financiële systemen alle kanten opschieten. Dus wat dat betreft, dus die systemen klappen toch in elkaar. Ze zijn al in elkaar aan het klappen. Er is gewoon geen basis meer. En als we onze energie, als wij met onze energie gaan werken, dat is het allerbelangrijkste. Dat is nog vele malen belangrijker dan geen belasting te betalen of hier niet aan mee te doen of daar niet aan mee te doen. Nee, onze energie. Dat is het belangrijkste. Als we daarmee gaan werken en dat gaan veranderen en dingen gaan doen die goed voor ons voelen. Want je kunt wel allerlei dingen niet gaan betalen, dat is je goed recht. Maar als je dat doet alleen maar om je te verzetten, alleen omdat je kwaad bent, alleen omdat je gefrustreerd bent, gooi je eigenlijk weer een negatieve energie naar buiten. Waar het duister weer van smult. Die denken zo, heerlijk, kunnen we weer gaan gebruiken. Dat willen we niet. Dus als je dat soort dingen beslist, prima, maar zorg dan wel dat je daar helemaal krachtig, neutraal in staat. Dus als je zoiets hebt van, nou, ik ga dat gewoon helemaal niet meer doen of ik ga het gewoon niet op deze manier doen. Dat is eigenlijk ook wat ik op een gegeven moment ook met die maskers natuurlijk deed. Nou, ik ga gewoon de winkel in. Is het een probleem? Prima, ga ik weg. Dan zoek ik wel een andere winkel. En ik werd ook helemaal niet meer aangesproken op een gegeven moment. Ik ben volgens mij 2 keer in totaal, dat was een beetje aan het begin. Daarna ben ik helemaal niet meer aangesproken. En dat komt ook, en dat heb ik trouwens ook al vaker in reacties van mensen gezien. Als je heel krachtig gewoon bent, van nee, doe ik niet, maar dan heel neutraal. Dus niet uit frustraties, niet uit kwaadheid, niet omdat je vindt dat andere mensen dit of dat moeten doen. Maar als jij zoiets hebt van, nou, dit zijn gewoon wat ik doe, wat ik wel doe, wat ik niet wil doen. Als je dat vanuit jezelf doet, vanuit je, gewoon uit je intuïtie, want je weet gewoon dat het goed voor je is, kan ik je bijna garanderen dat je helemaal geen problemen daarmee buiten in de buitenwereld gaat vinden. Dat op de een of andere manier straal je dat uit. Maar als je dingen uitstraalt en dingen gaat doen vanuit frustratie, omdat je uit het systeem wil stappen en dat moet onmiddellijk en dat moet nu. En dat is frustratie. Wat krijg je? Tegenstand. Gegarandeerd dat je problemen krijgt. Misschien lopen rekeningen op of krijg je deurwaarders of noem maar op. Je hebt allerlei mogelijkheden juridisch, maar het slokt wel heel veel van je energie op. En dat is prima als dat een keuze voor jou is. Helemaal goed. Ik vind dat iedereen daar vrij in is om te kiezen wat hij of zij wil. Maar kijk wel even wat het met je energie doet. Ik heb echt het idee van, en dat is ook mijn ervaring in mijn eigen leven, hoe neutraler ik eigenlijk ben. Van, nou, dit is gewoon wat ik doe. Zoals ik aangeef met die maskers. Nou, ik weiger het gewoon, ik doe het niet. Prima, ik maak er ook geen probleem van hoor. Ik wil weg, dan ga ik weg. Ik heb eigenlijk helemaal nooit meer problemen gehad. Niemand zei er meer wat van. Niemand keek me echt meer aan. Ik kon gewoon de winkel en de winkel weer uit op dat moment. En dat is zo belangrijk. En ik hoorde ook van mensen in het openbaar vervoer. Mensen die dan ook zonder in het openbaar vervoer zaten toen het nog verplicht was. Niemand die er op aanspraken of die conducteurs liepen gewoon langs. Deden er niet moeilijk over. Dat is de energie die je uitstraalt. Daarom is dat het allerbelangrijkste. Dus ik vind eigenlijk ook dat een dag zoals wat de boeren gedaan hebben, dat heel, heel belangrijk is. En het allerbelangrijkste is goed naar je eigen energie te gaan kijken. Dat is de basis. Dat is het allerbelangrijkste. Hoe meer wij gaan opruimen, hoe meer wij die schaduw opruimen, hoe minder tegenstand en weerstand we gaan meemaken. En als we het meemaken, doet het ons gewoon niets.
dan raakt het ons ook helemaal niet. Dan gaan we gewoon onze eigen weg en komen er andere mogelijkheden. Juist omdat je ervoor open staat. Maar als je te gefrustreerd eigenlijk bent, eigenlijk alleen het moet nu en het moet dit. En dan wil je dingen buiten jezelf gaan veranderen. Zonder de stappen in jezelf te doen, dan zal je gegarandeerd tegen een muur oplopen. Dit wilde ik nog even meegeven. Hopelijk tot de volgende video. Dag!